Hoe erg is het geweld tegen jullie? Ja, nou ja, het geweld is toch wel echt in grote mate dat het aanwezig is. Het is collega's met botbreuken. Ja, dat is afgelopen weekend nog gebeurd. Fysiek, verbaal, mensen over fietsen heen getrokken. Groepen die zich tegen ons keren op de uitgaanspleinen, maar ook hier op het Wallengebied. Je spreekt twee jongens aan met alcohol en je krijgt direct een heel nest van 20 man die wat van je wil. Maar lost een wapenstok of pepperspray wel iets op in zo'n situatie? Nou, in sommige situaties natuurlijk niet, want het kan ook in een fractie van een seconde gebeuren. Maar op het moment dat ik een grote groep van 20 man tegenover me heb, dan werkt een wapenstok wel zeker. Ja, want daar kan ik mensen mee op afstand houden. We hebben afspraken gemaakt, geen bonnen. Tenzij er sprake is van hele gevaarlijke situaties en heel erg hufterig gedrag. Net zoals de bouwvakker een veiligheidshelm heeft. De glazen was er in een hoog gebouw een veiligheidstouw. Moeten de boa's gewoon worden uitgerust met pepperspray en wapenstok. Dan moet u de burgemeester nog mee zien te krijgen. En die is erg duidelijk. Ze wil geen extra verdedigingsmiddelen. Nou, of het zo duidelijk is, we hebben een goed gesprek gehad. De burgemeester heeft gezegd, het is voor mij niet heel principieel dat ik dat niet zou willen. Ik wil kijken wat er mogelijk is om het werk veiliger te maken. Waar zit de REC dan nog in? Nou, dan denkt ze aan meer agenten en duidelijkere afspraken. Wij vinden ook dat er meer agenten moet komen. Maar die zullen vooral worden gezet op de zware criminaliteit. Dus als er al meer agenten komen, dan is het hier op straat niet opgelost. Je mond is toch wel het sterkste wapen. Maar sommige mensen, ja, weet je, daar kun je geen gesprek mee aangaan. Die zijn te ver heen, dan wel door het alcohol of door het drugsgebruik of gewoon hun eigen psychische toestand. En ja, dan vind ik het toch fijn om mezelf te kunnen beschermen tegen die mensen. Want ik wil ook graag veilig thuiskomen. Hebben de Amsterdammers vandaag vrij spel? Alles kan? Nee, ze hebben zeker geen vrij spel. We zullen wel optreden op de excessen. Dus echt de feiten die niet door de beugel kunnen. Wat echt de openbare orde of de leefbaarheid in gevaar brengt. Daar zullen we zeker nog wel tegen optreden.